Bij Bioscoop Tuschinski in Amsterdam is het druk. Iedereen hier is benieuwd naar de documentaire over Femke Louise's leven. Femke Louise is gewend om zichzelf te filmen voor haar vlogs, maar het is heel anders om altijd door een camera gevolgd te worden voor een documentaire. Het is heel confronterend voor mezelf om zeg maar zoiets uit mijn leven wat zo dicht bij mij staat en eigenlijk alles in mijn privéleven te delen. En nu komt dat zeg maar wel op tafel, zeg maar. Dus. Kut kind dat je bent, Femke, ik haat jou, val dood of zo. Femke pleegt zelfmoord. In de documentaire leest Femke haatreacties voor die onder haar video's staan. Zulke soort reacties krijgt ze onder elke nieuwe videoclip. Dus als je nu dan een haatreactie krijgt, hoe reageer je daar dan op? Ik lach. Of ik kijk er niet eens naar. Nee. Ook als ze zo heftig zijn, zoals je die voorleest in je documentaire. Ja, precies. En ik was ook rustig M&M's aan het eten. Dus ja, hoeveel moet het me ook interesseren. Als was ik wel aan het huilen, toch? In de documentaire. Ja, alles is echt. Dus. Hey, goedemorgen. Femke Louise is 19 jaar en werd bekend als vriendin van YouTuber Snapking. Jullie zullen mij vast wel herkennen uit zijn video's. Maar al snel begon ze met haar eigen kanaal, waarvoor ze veel bekeken vlogs maakte. Oh mijn god. Hoe zoom ik dit uit? Oh kut, ik zoom weer in. Al die boys, ja, ze willen mee, maar dat gaat niet zo makkelijk. Vorig jaar kwam ze plotseling met de videoclip Op Mijn Money. Ik had nog nooit iets gehad wat op nummer 1 binnenkwam. En ja, Femke gelijk, de eerste tune, zeg maar. Dat maakte bij zoveel mensen een emotie los. En ze werden boos, maar ze snapten het niet. En ik denk dat mensen daar sowieso nog wel een beetje aan moesten wennen, ook omdat ik een meisje was. En er zijn super weinig meisjes in deze scene die datgene hebben wat jongens allemaal kunnen bereiken, zeg maar. Dus het is sowieso wel even wennen, denk ik. De documentaire gaat ook over het einde van haar relatie met YouTuber Snapking. Ik moet gewoon huilen als ik over praat. Het is echt heel erg. Dat is echt iets wat heel erg persoonlijk ligt en wat ik wel gewoon open en bloot heb gegooid, zeg maar. Dus ja, ik denk dat dat ook wel iets is waar mensen van kunnen gaan schrikken. De grote vraag voor heel veel kinderen is, heb je nou een nieuwe liefde? Of ik een nieuwe liefde heb? Ja, ik hou het een beetje stil. Dus daar ga ik eigenlijk niet heel erg voor. Dus dat is ja? Ik zeg er niks. Je ziet ook hoe haar nummers gemaakt worden. Hallo, boy, ik zie dat je slijt. Boy, ik kan zien dat je slijt. Boy, ik kan zien dat je slijt. Misschien maak ik je de mijne. Als je mij de jouwe maakt, speel ik altijd op een kaart. Ik maak allemaal voor de waar. Ik ben niet bang voor de reacties van mensen, omdat deze hele documentaire, het is 100% echt. Hier kunnen mensen niet slecht op reageren. Nee, ik denk juist dat ze alleen nog maar meer een soort van respect of zo zullen gaan krijgen.